We need to help people with Lyme because it's such a growing epidemic. And if you help one Lyme patient, you don't only help him, but you also help his wife, his girlfriend, his children. It's a ripple effect. It had quite an impact the first weeks, months I did it. I had some downs. Also noted that with other people. Perhaps you have to get used to the technique, but I had some setback. I was tired more often, my spirit was down. You're always going to have ups and downs, because when your body is in a healing process, you start cleaning your body, and it takes also a lot of energy. That's why you're going to feel tired again. You have to listen to your body. When you feel that your body needs to rest, take the rest. Gradually it became better and I could feel my strength coming back. Het heeft me op korte termijn gebracht dat ik al ging merken dat ik minder pijnklachten kreeg. En op langere termijn zorgt het nog steeds voor die reducering van de pijn. Maar ook dat ik gewoon veel meer energie heb gekregen om mijn dag goed door te komen. Now in the long term, say after 4 or 5 months, I started to notice, hey, I'm getting more energy, I'm feeling better. It's a long term thing, you have to keep going, and then if you pick it up, it will become more and more a routine. You don't expect something to work instantly, but everything you try, you're gonna experience a little setback. In my case, I had to do the method longer than, you know, your standard 10 weeks or something to really experience the plus side. When you are sick a long time, you don't believe in yourself. You think nothing is possible anymore. And there is no change. And now there is time to change. En ik weet hoe zwaar het is voor Lyme patiënten. Die toch wel vaak in een neerwaartse spiraal zitten, maar weer de positiviteit kunnen gaan ervaren. En dit kan je echt helpen. The Wim Hof method Lyme trial was like an amazing opportunity for me to try and get my health back. Het is echt een grote metamorfose geweest de laatste half jaar. Het heeft mijn leven een enorme boost gegeven. Ik ben op dit moment niet Lyme-vrij, maar de actieve Lyme is niet meer aanwezig. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit hier kan zeggen. Want voor mij is het een enorme overwinning. Op mezelf, maar ook op de ziekte. It gives you more power of your body, more power over the Lyme, more power over your illness. You're not the illness, you have the illness. So the Wim Hof method gives me the power to do something about it. De hele trial heeft mij ten eerste heel veel vertrouwen gegeven, ook weer in mezelf. De zelfredzaamheid van mijn lichaam en mijn geest, die hebben een enorme boost gekregen. Ik geniet weer van het kleine momenten met mijn kinderen. Ze zien het aan me, ze zeggen zelfs, papa, wat ben je blij. En dat is natuurlijk het mooiste compliment wat een vader kan krijgen van zijn kinderen. Dus ik kan alleen maar zeggen, wauw.